Thomas Rensen is in 31 dagen 31 voetbalwedstrijden aan het bekijken in Europa. Het is een Hilversummer met één doel. Dit is zijn verslag. Zo, nu gaat het echt beginnen. Ik ga in 31 dagen tijd 31 voetbalwedstrijden bekijken in heel Europa. En dat doe ik in de trein, per trein. We rijden nu net de grens over van België en Nederland. Vandaag een eerste wedstrijd in België. Dus dat is een rustig begin. Relatief dichtbij. Ik ga Engeland, Spanje onder 17 jaar kijken. De tas is gepakt. De interviews zijn gegeven nog voor Radio Rijnmond. En nog een laatste internetinterview. En dan kan het nu echt beginnen. 31 wedstrijden, 31 dagen. Kijken of het gaat lukken. Ik ga iedere week verslag doen bij RTL Hilversum. Dus dan kunnen jullie kijken en meebeleven. We zijn in Mol, eerste dag, eerste wedstrijd. Het is een club waar normaal alleen maar vrouwen voetballen. Klein complex, maar grote wedstrijd. Engeland-Spanje onder 17 jaar speelt er vandaag. En dat is niet zomaar een wedstrijd. Hier staat het Europees kampioenschap op het spel. De winnaar hier gaat naar het EK en kan zich bewijzen. Dus 17 jaar zijn ze pas. Dat zijn de talenten van Spanje en Engeland, van Europa dus eigenlijk. Voor hun gaat de toekomst hier beginnen. Voor mij begint hij slechts de eerste wedstrijd van 31 matches. De aftrap van 31 wedstrijden in 31 dagen. Stadion ondertussen. Engeland doet de cooling down. Na hun 2-1 overwinning gaan zij naar het EK. Mijn cooling down begint ook. Ik ga naar de eerste slaapplaats in Lier. En dan morgen de lange treinreis naar Bingham in Wales. Alsof ik ben beland op een vliegveld. Zo voelt het ook. Ik moest een halve van tevoren zijn. Ik moest een halve van tevoren inchecken. De tassen zijn gecontroleerd. Mijn paspoort is gecontroleerd. Maar ik ga niet vliegen. Ik doe alles per trein. Wat is dit dan wel? Dit is de Eurostar Lounge. Hier moet je zijn als je met de trein van het vasteland naar Engeland gaat. Twee treinen en 6 uur later is Thomas aangekomen in Wales. Een land met een eigen taaltje. Welkom bij de cursus Wales, deel 1. Lees jullie even mee. Cursus Wales, deel 2. Het is the eye. Omdat ze in Wales altijd I zeggen achter elke zin, is het the eye die hier Wales loopt door Bangor op weg naar het stadion. Met hem ga ik de wedstrijd bekijken. Hij gaat zorgen dat ze gaan winnen vandaag. Ooit stonden ze 16 punten bovenaan op de competitie. Nu staan ze gelijk. Het is the eye. Op weg naar de wedstrijd. Dat ziet eruit als een typisch Engelse wedstrijd. Harde wind, afgedwaalde ballen en fanatieke supporters. Dus om, zodat je de tweede helft weer aan de aanvallende kant gaat. Nou, we lopen gewoon gezellig mee. Enorm gastvrij zijn ze in Wales. Ik heb een t-shirt gekregen van Bangor City FC, een Northern Soul Club. Het clubembleem en natuurlijk het hoogtepunt voor mij. Vanaf nu ben ik supporter, ondanks het verlies. Van Bangor City. Thomas Rensen is in 31 dagen 31 voetbalwedstrijden aan het bekijken in Europa.
Het is een Hilversummer met één doel. Dit is zijn verslag. Na de wedstrijd van West Ham, die met 4-2 door Manchester United gewonnen wordt, haast Thomas zich in de trein. Om op tijd de volgende dag in Berlijn te zijn, gaat hij via Eurostar in Brussel naar Duitsland. Het vijfde land waar hij in de trein zit die dag. Hij overnacht in Aken om de dag erna heel vroeg op te staan. Goedemorgen. Voor iedereen die denkt leuk zo'n voetbalreis, zou ik ook wel eens willen doen. Ik bedenk dat er ook andere gevolgen aan zitten. Zo moet je wel eens om 4 uur op, om 5 uur de eerste trein te pakken. Het is 5 uur 's ochtends, ik loop in Aken. Ik ga de eerste trein pakken naar Düsseldorf. Vanaf Düsseldorf is de ICE richting Berlijn. Vandaag heb ik mijn troef. Vandaag zie ik 2 wedstrijden. Natuurlijk is het project 31 matches. Het kan zomaar zijn dat er een trein niet rijdt of dat een wedstrijd wordt afgelast of wat dan ook. En ik wil wel op 31 matches eindigen. Dus wat heb ik bedacht? Er zijn vast dagen waarop ik 2 wedstrijden kan zien. Nou, dit is 1 zo'n dag. Ik ga naar Hertha Berlin. Daarna snel een trein in om naar Wolfsburg te gaan. Een stad wat een half uurtje verder ligt. Om daar in de Bundesliga Wolfsburg-Frankfurt te zien. Eenmaal aangekomen in Berlijn loopt Thomas met 70.000 andere mensen naar het stadion. Laat. Dat betekent dat ik precies 5 uur in Wolfsburg ben. Dan moet ik nog mijn koffer wegleggen. En naar het stadion lopen. Ik denk dat ik precies bij de aftrap binnen ben. Ik loop dus met mijn tas nog. Waarom? Omdat op het station alle lokkers vol zaten. En dus moet ik kijken of ik nog ergens tussen hier en het stadion mijn tas kan dubben. Want met zo'n tas kom je er niet in. Jawel. Hij is weg, het is gelukt. Hij ligt nu ergens bij de mediasector van het stadion. Dus dat is mooi, ik moet hem de afloop ophalen. En nu gaat het op weg naar... De reis gaat dezelfde dag nog verder. Naar Bielefeld, waar Thomas in zijn eentje wacht op de nachttrein naar Kopenhagen. En daar sta je dan. Helemaal alleen. Beetje nog waterige oogjes. Ik heb de nachttrein weer gehad. Ik kon daar niet filmen, want iedereen sliep. Ik wou het nu niet aan. En het was donker, dus je zag toch niks. Dat is Deens. Ik sta er heel weinig van. Malmö. Ik weet wel dat ik Lund daarheen moet om daar de trein te pakken naar Stockholm. Zodat ik in de middag in Stockholm ben om de derby te zien, Djurgårdens AIK. Het was echt heftig gesfeer te worden. Eerst nog even een paar uurtjes in de trein. Dat heb ik nog niet gedaan. De reis naar Stockholm loopt voorspoedig voor Thomas. Maar wat zitten er veel honden in al die Zweedse treinen?